Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit ik met Raya in mijn armen in de tuin. Ja, nu ga ik jullie wat hele leuke beelden laten zien van de puppy's van Nala. En dit is dag... Welke dag is dit? Dag 4! Oké, nu zijn mijn ouders de puppy's aan het wegen. We gaan precies weten of ze zijn aangekomen. Dus meer moeten eten of juist niet. En nu gaan ze de gele doen, toch? Ja. De honden die hebben, zoals je daar ziet bij het grafiek, allemaal een bandje. Zodat we precies weten welke wie is. En nu is de groene aan de beurt. Ik noem die Billy. Billy is een beetje wild. Wilde Billy is het wildste ras. '46 is Billy al. Dus dan is hij aangekomen, toch? Nee. Oh ja, ze zijn allemaal aangekomen. Nou, dat, ja, dat is ook dan. Wel heel erg fijn. Ja, dat gaat goed. Sinds de geboorte van deze hele kleine schattige en ook hondjes zijn ze 60 tot 80 gram aangekomen. Moet je eens kijken hoe klein ze zijn. Ik wil ze eigenlijk allemaal een kusje geven, maar dat mag niet, maar dat wil ik wel. Dit is een warmtelamp. Dit is voor de puppy's om te zorgen dat ze het natuurlijk warm hebben. En doordat ze het warm hebben, kunnen ze hun eten veel beter verwerken. Ik heb alle puppy's een naam gegeven en ik ga jullie nu vertellen hoe ze heten. Nou ja, dit is gewoon Nala. Die kennen jullie allemaal wel. Dan heet de gele heet Stitch. De oranje heet Snowy. De blauwe, die is waarschijnlijk aan het water, de half, die heet Speedy. De groene heet Billy. Even weg, anders kun je bij je fans ook niet zien. En de rode heet Feyenoord. Waarschijnlijk kun je ze niet allemaal zien, want ze liggen echt over elkaar. En de roze heet Bella. Eerst heette die Roos, maar ik had vandaag aan een vriendin van mij gevraagd. En die zei dat ze Bella een veel leuke naam vond. En daar ben ik het grotendeels mee eens. Dus vanaf nu heet ik Bella. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende vlog. En kom op, allemaal abonneren. Want we kunnen mijn opa inhalen en zorgen dat hij nooit meer abonnees krijgt dan wij. We kunnen het. Kom op jongens, zeg tegen vrienden, familie van je vrienden. Ooms, tantes, broertjes, zusjes, ook al zijn ze 1 jaar. Abonneer! Want dan kunnen we mijn opa inhalen en zorgen dat hij nooit meer abonnees krijgt van mij. En mijn opa kennende gaat dat echt wel lukken. Doei! En hopelijk zie ik jullie bij de volgende video. Later!